En wie heb ik weer meegenomen? Kijk, deze hier. Gezellig. Heel gezellig, ja. Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karen en Roderick. Roderick en Karen, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 17 november 2022. Ja, het is nu 1:05 in de middag. En ja, zoals jullie zien, ik ben wel lekker thuis, jongens. Ja, dat betekent de normale gang van zaken. En gisteren was ik er niet. En gisteren heb ik ook niet gevlogd. Maar daar kom ik zo meteen even echt helemaal goed op terug. Mocht ik het niet vergeten, ja, en mocht ik het wel vergeten, laat even je weten onderin. Maar voor de rest, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog.
En wie heb ik weer meegenomen? Kijk, deze hier. Gezellig. Heel gezellig, ja. Ja, vanaf de dierenvoedselbank helemaal naar zijn werk gereden. Ook gezellig, ja toch? Hi. En nu gaan we eens even kijken weer bij onze favorieten. Je hebt een bekend gezicht, alleen ik kan het even niet en niet plaatsen. Ja, maar je hebt gewoon zo'n en zo'n bekend gezicht, maar ik kan het gewoon niet plaatsen. Ja, daarom, precies dat. Daar is ik al. Maar hij doet niet aan YouTube volgens mij, maar geen idee. Nou, zoveel zit er ook niet in volgens mij. Dit genoeg is, alleen niks of het allemaal niet. Dit is een eurotje. Zijdwinkel. Hoor. Dit is. Nou, ik deze mee en dan de vanille mee. Ja, en dan nog één keer deze mee. Helemaal goud. Heb ik 3 euro. Of zal ik er gewoon 4 euro van maken? Ja, 4 euro ervoor gemaakt. Helemaal goed. Ronden we toch op 5 euro? Nee, 4 euro. Helemaal goed. Dit ook die andere. Oeh, wat is dit nou? Dit is de karamelsmaak, 50 cent. Mooi, dan neem ik die ook wel mee. Ik kan 2 meenemen, is 5 euro. Ja, helemaal goed, 5 euro. Ja. En ze hebben hier ook nu kerstbrood alvast voor 2,50. Valt mee. Ja. Voor kerstbrood. Ja. Hier dat ik het voel. En hoe duur is deze? Een eurotje nu. Een eurotje. En normaal waren ze bijna 4 euro deze. Als je dus van even die driehoekjes chips hebt, zeg maar, en van die tortilla's. Oh ja. Kun je dus daar en daarin dippen met dat deze. Ik heb daar ook niet van. Dus dat scheelt weer. Huh? Dat scheelt me weer een euro. Ja, nou, doe maar lekker voor mij. Helemaal goud. Nee, ja, weet ik niet. 6 euro. Dit is nachos is met kaas. Dat is nog goed. 50 cent. Wil je hebben? Nou, maar niet. 50 cent hier. 180, 6 euro. Dus dat. Maar ja, dan zeg ik, die man die ik net zag, die heeft zo'n bekend gezicht, maar ik heb hem nog nooit hier gezien. Schat, ik heb die man hier en nog nooit gezien. Dus we gaan het wel meemaken en dan gaat hij ook en ook mee gissen. Dat is het leukste. Maar daar is ik al, ik ken hem echt niet. Daar is ik al, ik ken hem echt niet. Nou, we gaan hem meemaken. Wie, wat, waar. Dat ga jij zeker weer opzoeken, hè? Hoor, 131 euro en 2 centen. Kijk, deze woning, waar ik dus nu op film, die had voor mijn gevoel nooit nog leeg moeten staan. Nee. Want hier zat altijd en mijn buurvrouwtje altijd te zwaaien en zij deed altijd en de deur daar open voor mij. Maar morgen is het alweer een maand terug dat we haar weg hebben moeten brengen. Dus ja. Wat is er, mevrouw Pipo? Pipo de kleine en mama Lou. Wat is er? Oh, ben je zo zielig dan? Hier nog twee lekker liggen. Lekker naast elkaar. Zo lief. Hier nog eentje lekker liggen. Lang uit op de bank. Oh, ga je weer uitrekken, schatje? Ga je uitrekken? Goh, 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 ga je uitrekken, schat. Nou, kom, mijn twee, kom. Ja. Yeah. Is dat zo? Nou, vertel dan. Wat is er dan? Hé, hey, koekoek. Hé, hey, hier. Wat is er dan? Kom hier dan. Hé, hey, koekoek. Meneer. Dan niet. Heeft geen zin. Hij schat. Huh? Hij schatje. Hé. Hey. Huh? Joh, lekker even. Lekker knuffelen met mama. Jij. Hmm. Hier dan, kom dan.
Ben je ook een lekker ding ook, hè? Nee, met lief. Ja, ja, ja. Nee, bent lief, schatje. Nee, bent lief. Ja. Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Wat was dat? Ga je helemaal draaien? Wat doe je dan? Ja, ja, ja. Wel eens, echt wel. Hey, hoi. Ik ga deze vlog met jullie afsluiten, want... Het is weer tijd en ik ga weer naar bed. Maar vond je deze vlog nou leuk, interessant, leerzaam? Ik weet het niet. Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje aan. Dan blijf jij namelijk op de hoogte elke dag om 2 uur. Een nieuwe vlog. En dan reageren. En duimpje omhoog. Ja, yep. Dat is eigenlijk alles. Zo makkelijk is het. Dus, en dan zou ik zeggen, dankjewel voor het kijken. En graag tot morgen. Ciao.